Kijkers, we zijn er dan weer met een nieuwe aflevering van Actua, gisteren geïntroduceerd. En we doen het dus in samenwerking met het Nationaal Informatie Instituut en dus ook met de SCVS. Het wordt uitgezonden op kanaal 8.2 en 8.3 en we behandelen dus de actualiteiten met u. Er zijn een aantal onderwerpen die we vandaag zullen behandelen. In het eerste deel praten we dus over de organisatie rond de verkiezingen van mei 2020. En in het tweede deel praten we dan over de Wereldgezondheidsdag. Want het is vandaag Wereldgezondheidsdag. Wat zeggen de actualiteiten ons internationaal? 833 doden in één dag in Frankrijk. En het heeft allemaal te maken met COVID-19. De Britse premier Boris Johnson die is dus opgenomen in het ziekenhuis, intensive care. En in Japan is de noodtoestand ook afgekondigd vandaag. Dat is wat wij dus melden ten aanzien van het internationaal gedeelte. En lokaal weten we dus dat er 10 COVID-besmette personen zijn geregistreerd. Eentje is jammer genoeg komen te overlijden. En dat betekent dus dat we hier in Suriname het toch goed doen als het gaat om de COVID-bestrijding, om dat toch wel in toom te houden. Wat Suriname ook interesseert vandaag is hoe gaan we om met de verkiezingen. Wat gebeurt er? Wat zijn de bewegingen daaromtrent? En vandaag praten we dus met Jutta Soekerenzing van de afdeling voorlichting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mevrouw Soekerenzing, wat zegt de dag vandaag? Wel, dank u wel voor de gelegenheid geboden. Ik had wel gehoopt dat u met meer prettig nieuws was begonnen. Ja. Helaas natuurlijk hebben we geen andere keus dan om de daadwerkelijke cijfers te presenteren. Ja, ook in Suriname zijn we natuurlijk getroffen door de COVID-19, het COVID-19-virus. Mm. En ik moet zeggen dat ook op het ministerie van Binnenlandse Zaken de werkzaamheden aangepast hebben plaatsgehad. Ja, in welke zin is dat gebeurd? Heeft het te maken met de bezetting op de werkvloer? Ook, maar ook meer om de voorbereidingen naar de verkiezingen toe. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft niet stilgelegen natuurlijk. We zijn nooit gestopt met werken. En als het gaat om de voorbereidingen naar de verkiezingen toe, hebben we dus een relatiesysteem op het ministerie ingevoerd. Dat betekent dat een deel dat kan werken vanuit huis, zijn of haar werkzaamheden vanuit huis zal moeten doen plaatsvinden. En de andere mensen, dan denk ik aan technische krachten die dat werk niet van huis uit kunnen doen, maar aanwezig moeten zijn, die zijn dan aanwezig. Ja. En natuurlijk alle voorzorg- en veiligheidsmaatregelen die zijn ingesteld door het ministerie, door de regering natuurlijk, nemen we allemaal in acht. Oké. Ten aanzien van de verkiezingen weten we dus dat 15 maart de wettelijke inzagelegging werd afgesloten. Ja. Wat is er nadien gebeurd? Oké, na de periode van de wettelijke ter inzagelegging, ik denk dat direct daarna we geconfronteerd zijn geraakt met het COVID-19-virus, een pandemie. Maar we zijn natuurlijk doorgegaan, wel moet ik zeggen, dat vanaf 15 maart de trainingen voor het stembureaupersoneel is stopgezet. Ja? Mm-hmm. Maar gaandeweg de trainingen van de hoofdstembureaus, de leden van de hoofdstembureaus, laat maar goed beginnen. Ja. De hoofdstembureauleden zijn geïnstalleerd. De trainingen van de hoofdstembureauleden hebben we achter de rug. Dat is afgelopen week gebeurd. In kleinere groepen natuurlijk. Was het zo dat we die hele groep in één keer zouden accommoderen om te trainen, hebben we nu in delen gedaan. Ja, toch teruggaan naar dat van de wettelijke ter inzagelegging. Hoe is die periode wel verlopen? Heeft de burger toch wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de persoonsgegevens daadwerkelijk te controleren? Als we kijken naar de voorbereidende werkzaamheden die het ministerie heeft verricht om zoveel als mogelijk burgers daartoe te leiden om hun gegevens te checken, dan mag ik zeggen dat het teleurstellend is geweest. U moet nagaan, we hebben 378 mobiele units ingezet, los van de bestaande plaatsen waar men zijn of haar gegevens kon laten checken. En helaas is het minder dan verwachting geweest. Ja. Ja, er zullen andere factoren aangelegen hebben waarom of waardoor natuurlijk mensen hun gegevens niet hebben laten checken. Maar ik denk dat er vanuit het ministerie en vanuit de verkiezingscommissie voorlichting genoeg is gedaan om de burger eigenlijk wakker te schudden van het zijn jouw
gegevens en ga die voor de zekerheid checken. Ja, en in deze periode heeft het toch wel wat invloed gehad, COVID-19, op wat er nog zou moeten gebeuren rond de verkiezingen in deze periode? Ja, de voorbereidende werkzaamheden zijn natuurlijk, net als wat ik u zei, sommige trainingen zijn on hold gezet. Mm-hmm. Als ik denk aan de trainingen van de stembureauleden, die is per direct on hold gezet, omdat het ging ook om het trainen van grote groepen mensen. En dan moet je de voorzorgsmaatregelen eerst treffen, wil je deze mensen weer opnieuw trainen. Wel, de start van de trainingen is gepland op 15 april. Dus wij hopen natuurlijk dat die gewoon zijn voorgang zal vinden. De oproepingskaarten, met het drukken van oproepingskaarten, is gisteren een aanvang gemaakt. Dat was ook eerder gepland en moest ook verschoven worden. Dus het heeft natuurlijk zijn invloed gehad, maar het wil niet zeggen dat die werkzaamheden niet door zijn gegaan. Ja. En hoe zit het met de voorlichting zelf? Ook de voorlichting heeft eronder moeten leiden. Om toch ervoor te zorgen dat het publiek naar de stembus gaat. Ja, klopt. Dat is een traject op zichzelf. Als we eraan denken dat de commissievoorlichting een heleboel activiteiten op schema had om zoveel mogelijk natuurlijk de burgers te informeren van waarom te stemmen en dan in een later traject hoe te stemmen, dan denk ik dat wij gewoon bepaalde activiteiten hebben moeten schrappen. We hadden zo'n districtentour op het schema, waar wij dus natuurlijk zoveel mogelijk mensen op één plaats zouden willen hebben. Als je denkt dat je grote groepen wil bereiken, maar helaas door de getroffen maatregelen. En natuurlijk in het belang van onze eigen veiligheid gebeurt dat niet meer. Ja. Nu wil ik toch weten, wat gebeurt er vanuit de voorbereiding van de verkiezingen nu in de verschillende districten? Oké, laat me eerst de focus leggen op de werkzaamheden. Ja. Nu zijn aan de gang de instructies met betrekking tot colportage van oproepingskaarten. Even hoor, mag ik een slokje drinken? Je mag wat water drinken. Het is een live uitzending, welke we dus doen. Toch geeft het me de mogelijkheid om dan een correctie aan te brengen. Ik zei daarnet dus kanaal 8.2 en 8.3, wel het is kanaal 8.1. En kanaal 8.3, dat is dus GovTV en de livestreaming is dan ook te volgen. Ja, zoals ik al zei, de instructies met betrekking tot colportage zijn nu aan de gang. Ook is nu aan de gang het drukken van oproepingskaarten. We hebben vandaag bijvoorbeeld een bijeenkomst gehad met de dienstverlening als het gaat om de communicatie. We gaan ons veelal moeten richten op de massacommunicatie. Was het zo eerder zo dat wij andere middelen zouden gebruiken, meer sociaal contact zouden hebben, dan gaan we dat moeten vermijden en ons anders moeten focussen op de burgers. Ja. Ja? De kandidaatstelling die vindt plaats op 9 april. En dat is ook een van de belangrijke activiteiten die plaatsvindt vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. En met alle COVID-regels in achtneming hopen we dat deze zaken natuurlijk een goede voortgang zullen vinden. Ja, te bedenken, 9 april is dus op vrijdag. Ja. En dan hebben we dan de kandidaatstelling. Hoe lopen die voorbereidingen vanuit dat bestuursorgaan? Vanuit uw, zoals ik u al eerder zei, de hoofdstembureaus zijn natuurlijk de verantwoordelijke als het gaat om de kandidaatstelling. Dat is wettelijk vastgelegd. En de voorbereidingen tot nu toe, die hebben geen stagnatie ondervonden, omdat die al in place waren. Ja, het ging alleen nu nog om de uitvoering daarvan. Dus die lopen geen gevaar. Als het gaat om de voorlichting, dan is die aangepast. Wij gebruiken natuurlijk heel veel social media nu. En de traditionele media, de kranten en de radio, moeten we nu weer gebruiken om zoveel als mogelijk de bevolking te kunnen benaderen. En dan mag ik ook zeggen, in verband met de lockdown, iedereen is 8 uur binnen, dan ben je verplicht om naar de radio en de televisie te kijken. Dus wij nemen aan en wij hopen natuurlijk dat die wel werkt. Ja, nu weten we ook dat wanneer het gaat om de verkiezingen, dat het om de 5 jaar altijd zo is. Dat er lange uren worden gemaakt, men is zelfs
tot 12 uur s'avonds bezig te werken. Ja. In deze periode van de lockdown kan dat eigenlijk niet. Nee, en dat is ook een van de stagnerende punten waarmee we geen rekening hebben gehouden. Suriname is natuurlijk voor het eerst hiermee geconfronteerd geraakt. En dan zeg ik ook petje af voor de organisatie als je erbij stilstaat dat andere landen te maken hebben gehad met SARS en Ebola. Suriname die maakt dit voor het eerst mee. Ja. En desondanks zeg ik, heeft men zulke maatregelen getroffen. En ook voor ons natuurlijk, u zegt het zelf, lange uren maken gaat niet meer. We werken tot 7 uur hooguit, want iedereen moet nog naar huis voor 8 uur. Ja, daar moet er dus toch aandacht aan worden besteed, dat van de lockdown. En als men dus om 8 uur thuis moet zijn, dat betekent dus dat je zelfs een uur van tevoren dus van de werkplek moet vertrekken. Ik denk dat iedereen zich hiermee bezighoudt, de verkiezingen. Hoe zit het daarmee? De voorbereidingen die lopen heel goed, merken wij. Wel wat stagnatie en hier en daar. Maar dan nog worden de voorbereidingen getroffen voor het houden van de verkiezingen van 25 mei 2020. De vraag is wat we hebben meegemaakt met COVID. Is het van die aard dat op een gegeven moment er zoveel stagnatie is opgetreden dat er toch misschien turbulentie kan komen? Als het gaat om de voorbereidingen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, dan zou ik zeggen nee. Dan denk ik het niet. Maar als het gaat om het nemen van de nodige maatregelen om onze burgers te beschermen, dan is het weer een ander verhaal. Ja? Maar voor zover het mogelijk is geweest vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, hebben we ook met inachtneming van natuurlijk de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen ook dit nu ingepland. Dat mocht het zijn dat de verkiezingen op 25 mei zoals vastgelegd is doorgaan, dat die onder scherpere voorzorgsmaatregelen zullen plaatsvinden. Ja, uw team, die is goed gemotiveerd. Hoe groot is uw team? Ja, het ministerie van Binnenlandse Zaken, die heeft natuurlijk een heel goed groot team dat bezig is. Het is verdeeld onder verschillende werkgroepen. Maar vanuit de communicatieunit van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we een team van 12 tot 20 man die zeer gemotiveerd is. Ja, goed. Dan bedanken wij mevrouw Jutta Sukaran Singh vandaag, het eerste deel van deze Actua voor deze dinsdag van 7 april.